Hey, hallo en welkom in deze nieuwe content. Welkom als je luistert en welkom als je kijkt op YouTube naar de video. Vandaag werd ik geleid om jullie iets te vertellen over het COVID-virus, over corona. Omdat op dit moment heel veel mensen meegesleurd worden in de angsten die er ook collectief zijn, die vanuit frustraties, vanuit een geprikkeld ego reageren. En ik was eigenlijk eerst van plan om gewoon een korte video te maken voor op Instagram en op Facebook, maar toen werd me duidelijk dat er eigenlijk nog wat meer mag meegegeven worden en dat we eigenlijk nog wat dieper mogen ingaan op wat dat virus eigenlijk, of niet alleen het COVID-virus, maar een virus zoals dit in het algemeen, welke lessen dat er te leren zijn. Hoe haal je het meeste uit een periode die de geschiedenis zal ingaan als levensveranderend? En misschien wordt 2020 wel herinnerd als een van de donkerste periodes uit de geschiedenis. Wie zal het zeggen, hè? Maar wat maakt het jou op dit moment uit? Niets. Het belangrijkste is wat jij eruit kan leren en zal leren. En daar wil ik het met jou even over hebben. En daar werd ik toe geleid om het vandaag met jou over te hebben. Want vragen zoals: komt er een nieuwe lockdown? Gaat het nog lang duren? Wanneer zal alles weer normaal zijn? Dat zijn vragen die ik kreeg van verschillende klanten, van andere mensen uit mijn omgeving. En dat zijn wellicht ook vragen dat je zelf al gehoord hebt of dat je misschien zelf al afgevraagd hebt. Nu, mijn eerste antwoord is altijd: van waar die vragen? Wat maakt dat jij dit alles wenst te weten? Want zelf heb ik er eigenlijk nog geen enkele keer bij stilgestaan of me afgevraagd of er een tweede lockdown komt, bijvoorbeeld. Omdat ik ervan uitga dat het niet zo is. Bovendien heb ik met de eerste lockdown in het begin van 2020 ook nooit het gevoel gehad dat ik mijn leven op moest aanpassen. Behalve dan het dragen van dat mondmasker natuurlijk. Maar mijn kinderen kregen al huisonderwijs en ik werkte reeds van thuis uit. Dus voor mij was eigenlijk de enige verandering die ik ervaarde, was het feit dat ik mijn focus mocht verleggen van offline werken naar enkel nog online. En eerlijk gezegd, dat werd even goed, misschien zelfs nog beter, wie weet. Maar daar gaat het nu niet om. Om een antwoord te geven op: gaat het nog lang duren? Eerst en vooral, tijd is een illusie, dus ja en nee. En afhankelijk van wat het tijd of lang voor jou betekent, zal het ja of nee zijn. Wat ik jou wel kan meegeven, is dat de tijd ook afhankelijk is van het collectieve bewustzijn. Dus de periode of de tijd waarin dat je echt in de fysieke realiteit veranderingen gaat gaan merken, waarop dat corona minder en minder aan kracht zal aan toenemen, dus eigenlijk gaat gewoon verzwakken, dat is afhankelijk van het collectieve bewustzijn. Maar als je de astrologie erop naslaat, dan zal je wel merken dat de standen van de planeten in zo'n constellatie staan, dus ten opzichte van elkaar, zoals we al jaren niet meer gezien hebben. Sommigen zelfs meer dan 100 jaar geleden. Wat dus duidt op een massieve verandering. Dus niet alleen een individuele verandering die in elke mens teweeg kan gebracht worden, maar een verandering met als doel ganse gemeenschappen, samenlevingen, landen, instanties af te breken en te gaan hervormen. Nu, op het ogenblik dat ik deze video aan het opnemen ben, of deze audio aan het opnemen ben, zijn we 14 oktober. En deze week is gekend als de week waarin dat we eigenlijk aankomen op het hoogtepunt van de coronacrisis. Vooral vanuit het energetisch punt gaan bekeken. Wat dat betekent, dat we eigenlijk echt op het puntje van de berg zitten. Eigenlijk net ervoor. Dus we moeten eigenlijk nog gewoon een klein beetje verder. Dan komen we op de berg en dan kunnen we eigenlijk terug weer meer gaan ontspannen. Maar iedereen voelt die verandering al, iedereen voelt die spanning wel al, maar we zien er nog geen bewijs van in de realiteit. En net daar is het belangrijk om overgave en vertrouwen te hebben. Want vanuit astrologisch standpunt zal de energie en vooral de frustraties, de angsten die nu heel voelbaar zijn in het collectief, na deze week verzachten. Dus dat betekent dat je de komende dagen, zeker tot en met zondag, en laten we zeggen tot eind oktober, heel voorzichtig omgaat met jouw energie.
Wat ga je gaan doen? Zeker met de nieuwe maan op 16 oktober, die in het teken van weegschaal staat, is het heel belangrijk om heel bewust om te gaan in de relaties. Om heel bewust te gaan communiceren in relaties. En vergeet dan ook zeker niet de relatie naar jezelf. Want daarin ga je ook heel veel verandering zien. Nu, na deze week ga je merken dat het wat gaat verzachten. Zeker nu dat het einde van 2020 bijna in zicht is. Ga je zien dat er heel veel poorten ook gaan sluiten, energetische poorten gaan sluiten met de laatste energetische poort op 21 december. Maar niet alleen dat, planeten komen ook opnieuw verder van de aarde te staan, waardoor hun invloed minder krachtig is. Dus planeten die nu nog retrograden lopen, gaan eigenlijk allemaal terug weer wat naar het, laten we zeggen, normale gaan. Waardoor dat hun invloed iets minder is. Nu, je weet het of niet, maar het virus corona is ook ontstaan onder invloed van het collectieve bewustzijn. Wat dus betekent dat we via dezelfde weg het virus kunnen verslaan. En nee, in tegenstelling tot wat je denkt, betekent dat niet dat we massaal weer een lockdown gaan en onszelf afsluiten van de medemens. Want, je weet het of niet, maar misschien, wij zijn immers wezens die ons immuunsysteem opbouwen door in contact te komen met virussen en bacteriën. Hoe denk je dat we anders aan een groepsimmuniteit gaan komen? En heel lang heb ik me niet bewust en niet uitgesproken over het virus, of over de aanpak, of over het verplicht dragen van mondmaskers. Toch niet via deze weg. Wel, mensen en klanten in mijn omgeving weten natuurlijk wel hoe ik erover denk en wat de informatie is die ik van mij gids en hoe ik leiding ontvang. Maar ik heb het nog niet op deze manier gedeeld. Maar omdat ik merk dat de angst weer aangewakkerd wordt via de media, wil ik eigenlijk een stukje tegengif bieden voor de angst die verspreid wordt. En dat tegengif is liefde en vertrouwen. Niet alleen vertrouwen in het hogere plan, waar we tenslotte allemaal een deel van uitmaken, maar meer nog vertrouwen dat alles verloopt zoals dat moet verlopen. En ik ga zelfs nog wat verder. Vertrouwen dat jij als luisteraar, als kijker, beseft dat het tijd is om de lessen te leren die het virus en alles wat ermee verbonden is, jou brengt. Wanneer dat je al op het spirituele pad van bewustwording en zelfrealisatie loopt, dan zal je wel al weten, voelen, horen en zien dat alles in je buitenwereld er is om jou iets te leren. En zeker als je mij al een tijdje volgt, dan zal je al mij dat wel meermaals hebben horen zeggen. En dat betekent ook dat de zaken waar je zogezegd geen controle over hebt, ook gecreëerd worden door het bewustzijn dat we hebben. Niet alleen door je individuele bewustzijn, maar door het collectieve bewustzijn. En dan is het belangrijk om te beseffen dat angst en twijfel allemaal illusies zijn. Net zoals het feit dat je geen controle hebt over zaken die eigenlijk buiten jouw wil, zogezegd, of buitenaf gebeuren. Nu, wij mensen hebben dus niet alleen individueel bewustzijn, je zou het kunnen vergelijken met een soort van geheugen, hè, maar zijn ook verbonden met collectief bewustzijn. En daarin zijn allerlei overtuigingen, visies, ideeën, patronen, karma, maakt niet uit, van eeuwen ver opgeslagen onder invloed van die collectieve energieën die dan iedere keer eigenlijk aanwezig waren. Door angst te verspreiden via de media wordt de collectieve energie weer getriggerd met enkel en alleen als doel de energie te verlagen. En de laatste jaren is de collectieve energie verhoogd, waardoor meer en meer mensen in contact kwamen of konden komen met lichtcodes, met sleutels die hun bewustzijn aanwakkerden, waardoor dat ze eigenlijk konden gaan herinneren wie dat ze zijn, waardoor dat ze nog konden, eigenlijk zelfs nog meer gaan stappen in hun kracht en waardoor dat ze verantwoordelijkheid konden nemen voor hun leven. En dus niet meer in het slachtofferrol bleven gaan zitten. Sommige zielen hebben niet ingeteend op dit programma naar een hoger bewustzijn. En zijn eigenlijk dus nog niet klaar om uit die matrix, het systeem, van de 3D te stappen. Dat komt omdat hun ziel nog niet de maturiteit of de ervaring heeft om mee te liften op die hogere energieën. Om eigenlijk de lessen die te maken hebben met die hogere energieën, om die te gaan leren. Die zielen moeten eerst nog een aantal andere lessen leren in die lagere 3D-energieën. En deze mensen voelen nu des te meer hoe dat de wereld aan elkaar aan het vallen is. Want al de anderen zijn eigenlijk allemaal samen een nieuwe wereld aan het vormgeven. En mensen die nog steeds leven vanuit de lagere energie en te koppig zijn om het licht in zichzelf te zien, zullen dus ook veel meer en veel feller de angsten, de frustraties, de machtsmisbruiken en wat dat er dan ook nog maar zou zijn, die gaan dan nog veel meer gaan voelen.
En het zal ook nog erger worden, totdat ze ofwel letterlijk wakker geschud worden, of dat de ziel beslist dat het eigenlijk genoeg geweest is. Want deze zielen zijn eigenlijk niet in staat om verbinding te maken met de hogere energieën. Dus ze zijn eigenlijk niet in staat om uit het grid, het kristallen grid van de 3D, over te stappen naar het grid van de 5D. En dat is niet erg. Als dat is wat hun ziel voor gekozen heeft, dan is dat oké. Okay. Dus het virus, het COVID-virus, is er enerzijds om die koppige zielen wakker te schudden. En anderzijds biedt het virus de kans aan de zielen die niet wensen mee te gaan om op deze manier te transformeren. En hiermee bedoel ik dat deze mensen bijvoorbeeld ziek worden en gaan sterven. Of ze worden niet ziek, maar krijgen een ongeval. Dus het hoeft niet precies met het virus te maken te hebben. We hadden evengoed als collectief ook iets anders kunnen kiezen, zoals aardbevingen of een inslag van een meteoriet of overstromingen of oorlogen zelfs. Maar dat hebben we niet gekozen. We hebben gekozen om virus los te laten over de aarde. Hoe dan ook, zielen die niet wensen mee te gaan, zullen deze planeet verlaten de komende jaren. Dus zullen sterven. En afhankelijk van hoe ver dan hun ziel wenst mee te gaan in die hogere energieën, zullen ze ofwel nog dit jaar komen te overlijden of pas over 10 jaar de aarde verlaten. En daarmee zijn we op een punt gekomen waarin je moet beseffen dat overgave tijdens de spirituele groei en ontwikkeling een belangrijk ingrediënt is. En dus ook in de aanpak van dit virus. Want alles wat je moet en mag ervaren, alles wat jouw ziel voor heeft ingetekend, dat gaat sowieso op je pad komen. Of dat je nu wenst of wilt of niet. Dus wat voor zin heeft het om niet meer van je leven te genieten uit angst dat je het virus zou krijgen? Ten slotte zal de angst ervoor zorgen dat je energie verlaagt, waardoor je automatisch vatbaarder bent voor ziektes, dus niet alleen voor het COVID-virus. Dus denk er eens hier eens over na. Wat als jij door jouw energie te verhogen, dat kan je door te genieten van het leven, door blij te zijn, door gelukkig te zijn, kan je ervoor zorgen dat je dan eigenlijk beter bestand bent tegen welk virus dan ook? Zou jij dan nog steeds kiezen om in angst te gaan zitten? Of zou je gewoon het beste maken van je dag, van je leven, elke dag weer opnieuw? Gebruik je gezond verstand, zoals dat je al je hele leven gedaan hebt. Tenzij dat je smetvrees hebt, dan zou ik het best anders gaan doen. Maar zo niet, doe dat gewoon zoals dat je altijd al gewoon bent. Was je handen zoals dat je aanvoelt dat nodig is. En hou er een persoonlijk gezonde hygiëne op na. Hou daar een balans in. Ga niet in het extreme, want dat is ook niet goed voor je lichaam. En voed je lichaam met gezonde, verheffende dingen. En dan spreek ik hier zelfs nog niet over het voedsel dat je eet, maar wel over alle andere dingen die je dagelijks absorbeert. We zijn tenslotte energie. Maar welke mensen omring je jou? Naar wat kijk je op televisie? Of wat scroll je op internet doorheen? Wat lees je? Wie volg je op sociale media? Want ook daar is het belangrijk om te beseffen dat jouw sociale media-account eigenlijk een verlenging is van je energie. We zijn echt allemaal met elkaar verbonden en hebben zo'n invloed op elkaar. Dus kan je ook wel gaan geloven of gaan inbeelden wat er dan eigenlijk collectief gezien gebeurt. Als je dat doortrekt, de leiders die een land regeren, die zijn ook een veruitdrukking van het collectieve bewustzijn van dat land. Dus zijn dat slechte leiders, zijn dat corrupte leiders, dan is het eigenlijk aan de mensen, de bevolking van dat land, om hun bewustzijn te gaan veranderen en eigenlijk anders te gaan kiezen, anders te gaan denken. Dus leer hoe dat jij als energie werkt. Stop met te denken en te leven vanuit de fysieke vorm die je nu hebt, want die is beperkend. De invloed dat we hebben op elkaar is zo groot. En hiervoor hoef je zelfs niet fysiek bij elkaar aanwezig te zijn. Telkens wanneer je denkt aan iemand, maak je automatisch een energetische koord aan. En dus kan je je nu voorstellen hoeveel koorden je vandaag al aangemaakt hebt, en gisteren, en de week daarvoor, en dit jaar, en vorig jaar. Ja. Wat als iemand anders dat ook bij jou doet, maar dan vanuit angst en vanuit afhankelijkheid? Ja, dan kan je het al raden, dat is niet gezond voor jouw energie. Dus daarom, neem de tijd elke avond om je koorden te doorbreken, degene die je niet meer nodig hebt en degene die niet meer voor je hoogste goed zijn. Enkel koorden gemaakt vanuit zuivere liefde blijven en zijn ook goed voor jou. Zal je ook voeden. Weet dat als je dat doet, dat je ook nooit iemand kan afsnijden waar dat niet de bedoeling van is. En vraag hiervoor ook gewoon hulp aan je gidsen. Ik heb ook al verschillende video's gemaakt rond grondingskoorden en rond energetische koorden. Dus zoek gewoon eens
wat ik niet al daarover heb meegedeeld. Maar vraag gewoon hulp aan je gidsen en ze zullen je met veel plezier verder helpen. Dus mijn boodschap, je hebt heel wat te leren naar aanleiding van het virus. Niet alleen dit COVID-virus, maar nu gaat het in deze video daar wel hoofdzakelijk over. Onder andere, waar loop je tegenaan door de veranderingen in de samenleving? Wat wordt er jou getoond? Met welke ideeën word je geconfronteerd die nog te beperkend zijn? En hoe komt het dat je enkel alleen maar aan doemscenario's kan gaan denken wanneer je ook de mogelijkheid hebt om een positieve afloop te bedenken? Vergeet niet dat jij je leven vormgeeft via jouw gedachten en niemand anders. Niemand denkt jouw leven voor jou. Geef dus niet langer je kracht weg aan energieën buiten jezelf. En breng je focus naar jezelf, naar jouw dromen. En vertrouw dat wanneer jij het nodige werk gedaan hebt, je alles zal ontvangen wat je maar wenst. Als dit voor ieders hoogste goed is natuurlijk. Je kan nooit iets doen ten nadele van iemand anders. Maar je bent hier nu in deze tijd geboren om te leren over jouw werkelijke afkomst. Dus laat je niet afleiden van jouw werkelijke doel. Namelijk jouw ontwaken, zodat je weer zelf krachtiger wordt. En laat je niet verleiden om mee te gaan in doemdenken, angst en horrorscenario's of welk woord dat ik er ook moet voor gebruiken. Maar gebruik je onderscheidingsvermogen. Blijf in het nu. En als je dat lastig vindt om in het nu te blijven, omdat je altijd geleid wordt door die angstgedachten, gebruik dan je ademhaling. Focus op je ademhaling en stel jezelf de vraag, ben ik nu ziek? Is er nu iets waar ik mee moet, heb ik een probleem nu dat ik nu onmiddellijk op dit moment moet oplossen? Meestal is dat niet zo. Dus dat kan je dan ook weer loslaten. Grond jezelf dagelijks. Al is het dat je naar buiten gaat, al is dat je fysieke arbeid zou ik zeggen, maar dus fysieke activiteiten gaat gaan doen. Eet groenten en voedsel die echt in de aarde groeit, want dat gaat je ook helpen om te gronden. En wat dat je ook doet, ga vooral niet mee in de angst. Want dat is een illusie van de oude 3D-wereld. Dus in een hogere energie ben je altijd veilig, ben je altijd, wordt er altijd voor je gezorgd, is geld er altijd als je het nodig hebt. En manifesteer je in principe onmiddellijk als je jezelf niet saboteert en er geen blokkades zijn. Zo, ik ga het voor nu hierbij houden. Zoals altijd, wil je met mij samenwerken of heb je antwoorden nodig op jouw vragen? Contacteer mij dan en dan kijken we wat jij nu nodig hebt, zodanig dat jij ook weer verder kan. Zodanig dat je weer kan gaan genieten van jouw leven en eigenlijk je beste leven kan gaan leven. Want dat is de bedoeling. Zo, veel liefs en een oneindige veel liefde en licht. En dan zie ik jou weer in een volgende video of podcast. Dag!